Goed, het is zover. Geen Hans de Koning meer, dus ook geen koffie met de koning. We hebben heel veel inzendingen binnengekregen. Eerst even die het niet zijn geworden. Funs! Het is misschien nog een beetje te vroeg, hè, voor Calvados met Jos. Ja. Dat wordt het dus niet. Wat het ook niet is geworden. Fly met Luhukai, maar die gaan we wel opeten. Lekker soepen, helemaal los met Jos. Is het ook niet geworden? Nee, maar wat wel? Wat het dan wel is geworden, dat zien jullie zo meteen in de eerste aflevering van... Goed, de tos met Jos dus. En als u denkt, van hebben ze dat nou zelf verzonnen? Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Kijk, we hebben iemand gevonden. Hoppa. Kom maar, daar is hij, Dani. Jazeker. Uitstekend. Dani, de tos met Jos. Hoe kom je daar nou op? Nou, tossen doen ze met voetbal. Kijk. En wat rent op Jos? Tos. Ja, waarom kunnen wij dat nou niet verzinnen? Wij zijn briljant. Briljant. Wij kunnen ook helemaal niet. Heb jij een vraag voorbereid zometeen voor Jos? Ja. Nou. Okay. Moet je nu nog niet vertellen, want die ga je natuurlijk aan Jos stellen. Gaan wij een paar vragen aan jou stellen. Dani, je bent bijna net zo groot als ik. Ja. Ik kom tot 180 centimeter. Ik gok jij tot 175. Ja. 1,75 meter. Dan ben je een jaar of 16. Nee, 12. Je bent 12? Ja. Zomaar nog eens en je voetbalt ook nog. Ik zou daar gaan. Hoppa. Basketballen? Nou, nee, basketballen vind ik helemaal niks aan. Jij bent van het voetballen. En waar voetbal jij? Ik zat afgelopen jaar bij VV103. Ja. Die ging met Timo de Kaar. Toen heb je een transfer gemaakt. Ja. En waar ben je naartoe gegaan? Veluwse Boys. Nou, de Veluwse Boys. Daar is funs van de boekentassen. Daar is funs van. Zeker. En nu? Lekker ballen? Nee hè? Want het is corona. Nee. Ja, we hadden ons aangemeld, maar toen kwam de corona toen we eerste training gingen maken. Maar we hebben ons opnieuw aangemeld. We gaan, ik denk dat we de trainer erbij gaan halen. We gaan de trainer erbij halen. Jij gaat vast nadenken over welke twee vragen dat jij aan de trainer gaat stellen, halen wij hem even bij. Goed, we hebben natuurlijk de trainer erbij gehaald. Hè? Nou, iedereen kent hem wel, Jos Luhukai. Dani staat er nog steeds en Dani gaat zo meteen zijn eerste vraag aan de trainer stellen. Maar officieel moeten we natuurlijk de tos met Jos doen. Nou, eens kijken. Wie gaat de vraag stellen? Goh, wat verrassend. Dani, stel je vraag aan de trainer. Nou, wilt u een keer bondscoach worden? Dat is een vraag, trainer. Nee? Nee. En als dat zou moeten, wat zou dan kiezen? Nederland of Duitsland? Beide niet, want ik zou liefst gewoon elke dag met spelers aan de slag zijn. Dus voor mij is dat bondscoachschap niet. Heb jij een tip voor Dani? Want die is net overgestapt van 0-3 naar de Venlose Boys. Nou weet jij natuurlijk niet precies hoe hier de verhoudingen liggen. Denk je dat het een goede keuze is dat hij naar de Boys is gegaan? Ja, ik hoop het voor Dani dat hij weet wat hij doet. En ik denk dat hij erover nagedacht heeft. En ja, veel succes voor ons. Ja, dankjewel. We hebben trouwens nog Fly, Lucas. We hebben wat te vieren natuurlijk, hè? De eerste uitzending met... Eet je wel Fly? Je hoeft niet meer op het dieet te letten natuurlijk, hè? Nee, maar Fly is altijd wel lekker. Ja, toch? Dat is toch goed om weer terug te zijn. Echt een keuze met abrikozen, rijst en appel. Echt waar? Ja, is dat speciaal omdat het vandaag in april is? Nee, omdat jij er bent. Oh ja, dan dank je wel. Kijk eens. Ah, ik ga altijd voor de krumel, Fly. Neem ik. Lekker op de trainer. Dank je wel, dank je wel. Trainer, bijna 2 weken vrij gehad. Die heb je kunnen benutten. Neem ik aan, hoe heb je die benut? Ja, om de spelers natuurlijk individueel beter leren kennen. We hebben denk ik 1,5 week goed kunnen trainen. In het verdedigende aspect, maar natuurlijk ook in het aanvallende gedeelte. Ik heb een hele sterke groep die echt een hele grote wil heeft om natuurlijk uit deze serie nederlagen het liefst alweer zaterdag het om te kunnen draaien. En ik heb elke dag eigenlijk het gevoel gehad van de jongens willen ontzettend graag. Ja, het lijkt me ook wel lastig, hè? Je komt dan 2 weken geleden eigenlijk binnen. Je kent helemaal niemand. Op basis waarvan ga je zo'n wedstrijd tegen PEC in dan? Want je gooit het wel al een beetje om. Ja, je probeert heel kort je stabiliteit terug te vinden in het team. En ik denk dat ons dat tegen PEC Zwolle zeker in de eerste helft heel erg goed gelukt is. We hebben denk ik geen enkele kans toegelaten. Dan is het op het eind zuur dat je toch met lege handen terug moet. Want ik denk dat een punt wel verdiend geweest was. Maar we vergaten in de eerste helft onze eigen kansen te benutten. Ja, en dan krijg je zo'n ongelukkig moment op het eind van de wedstrijd met die penalty en dat faalmoment. Ja, en dan verlies je en dan sta je met lege handen. Dat was wel zuur, want ik denk dat de jongens er alles aan gedaan hebben om een goed resultaat te halen. Had je ook verdiend? Is iedereen fris? Is iedereen erbij? Danny viel uit met een hamstringblessure. Maar Jacques had natuurlijk gewoon al langer last. Hoe staat het met de spelersgroep?
Ja, met Danny en Zinedine Magas moeten we morgen een beslissing nemen. Zinedine heeft sinds maandag weer de groepstraining hervat. Dat ziet er redelijk goed uit, maar we moeten vandaag de dag kijken of hij geen reactie krijgt. Nou, morgen hakken we de knoop door. Bij Danny is het eigenlijk precies hetzelfde, alleen hij heeft nog niet met de groepstraining kunnen beginnen. Dus ja, dat is morgen echt 50-50, want dat kunnen we eigenlijk pas morgen definitief zeggen of hij zaterdagavond erbij kan zijn. Jos, toch weer fijn om terug te zijn. En waar krijg je nou een fly tijdens een interview? Ja, ja. Dat gebeurt in Duitsland niet, hè? Dit is ook de eerste keer, moet ik zeggen. Maar je moet alles een keer meemaken. Zeker. Smakelijk, Jos. Smakelijk. Een nieuwe naam voor het programma, een nieuwe trainer, vers bakkie, lekkere fly, Lucas. Uitstekend weer. Ja, uitstekend. We zijn er klaar voor. Het leven lacht ons gewoon toe op het moment. En dus denk ik, Lucas, dat hier, dit weekend, op dit veld gewoon 3 punten gepakt gaan worden. Tegen Groningen? Tuurlijk, dit kan toch niet meer fout gaan? Met zo'n fantastische week. Ik ben weer bang. Groningen speelt wel even dramatisch. En dan denken die, tegen Venlo komt de ommekeer. Misschien dan tegen... Niet. Ja, ik weet het niet. Lucas, ik durf niks wij meer. Wij speelden tegen Pek. Herr Kirschbaum, kalm bitte. Aber nicht mehr Kraft mit der König. Hast du nicht gesehen, dass wir Trainerwechsel gehad haben? Haben wir. Aha, also deshalb haben wir auch eine neue Name. Ja, Torsten heeft er in ieder geval ook zin in. Torsten, Lucas. Maar Funs, je kunt gewoon zien dat het goed zit in die groep. Leuk, flauwe geintjes van Kirschbaum, mag van mij dat geschreeuw. En Danny Pos komt net even de trap afgelopen om ook even met Dani te praten. En dat zegt veel. Tuurlijk, en dat is het verschil met heel veel andere clubs. Ja, maar, is er geen gedonder? Dat zijn mensen die clubs degraderen, hè? Die gedonder hebben in de selectie. En dan is het hier niet, Lucas. Ik heb er gewoon nog vertrouwen in, hoor. En ook het spel tegen Pek, hè? En toen was Jos pas 3 dagen bezig. Het spel zag er toen al beter uit, hè? De organisatie zag er beter uit. We staan nu weliswaar onder dat streepje. Hè? Komen we wel boven. Komen we wel boven, zeker weten. Frans, ik vertrouw jou. Wat denk je dat het wordt? Ik zeg altijd 3-1. Het wordt weer 3-1. Het wordt weer 3-1. Net als de afgelopen 4 weken. Net als de afgelopen 4 weken. Ik ga niet met Frans mee, maar ik zeg wel, we gaan niet verliezen. Dat is het enige wat ik durf te zeggen. Dit was de Tos met Jos.